Onze bultrug is gestorven in de wateren rond Groenland. Rond 1880 kwamen de beenderen naar Brussel. Hier werden ze geïnventariseerd en bestudeerd. Aanvankelijk werd dit zeezoogdier bijeengepuzzeld in een andere zaal. Maar al meer dan 30 jaar verwelkomt hij onze bezoekers in de inkomhal. De bultrug is een baleinwalvis. Hij heeft geen tanden, maar lange keratinerepen, baleinen, die aan zijn bovenkaak hangen. Als de walvis zijn muil sluit en het water uitspuwt, houden de baleinen zijn voedsel tegen, wat vooral bestaat uit garnalen. Die baleinen kwamen de mens vroeger ook goed van pas. De reusachtige borstvinnen van de bultrug kunnen tot een derde van zijn totale lengte meten. Niet toevallig is zijn Latijnse naam Megaptera, wat grote vleugels betekent. De rugvin vormt een bult die goed zichtbaar is als hij zijn rug kromt net voor het duiken. Wist je dat de verre voorouders van walvissen op het land leefden en vier poten hadden? Het bewijs, de restanten van achterpoten die je hier nog kunt zien. De bultrug is een beschermde diersoort. Er mag niet op worden gejaagd. Hij kan dus ongestoord typische acrobatensprongen doen in het water.